Oké, okay, boys en girl van Crips. We gaan naar Kings. Ik heb een meeting met hen geregeld. Nou, we zijn een van de sterkste gangs. Veel kennen ze niet in de stad, maar ze zijn er wel. Ze zijn goed undercover. En ja, het is wel een van de sterkste gangs. Ik heb een meeting met hen geregeld. En daar gaan we een aantal dingetjes bespreken. We kennen ons niet, wij kennen hun niet echt. Dus ja, dat is het eigenlijk. Dus als jullie allemaal daar in die auto kunnen gaan. Dan kunnen we erheen rijden. Die stoel staan er gewoon naar voren. Wacht, hey, wacht, op wat staat jouw ding? Is op range? Shouting. Juist. Ja. Ah, ik zit wel even. Ja, ja. Is helemaal goed, jongen. Is goed, nou, in ieder geval, ja, wij zijn een nieuwe gang in deze stad. Genaamd Crips. We zijn, ja, we hebben al meerdere dingen gedaan in deze stad. Misschien ja, heb je iets meegekregen, misschien ook weer niet. En ja, we kregen te horen dat jullie een van de grotere gangs hier zijn in deze stad. En ja, ook een van de sterkere. En dan vooral goed undercover. Dus ja, wij dachten misschien kunnen wij een meeting. Ah, dat is altijd goed, jongens. Kijk, we proberen inderdaad heel gewoon onder de radar te blijven. In ieder geval op het criminele vlak. Ja. Ik bedoel, dat is minder bekend we zijn in dat opzicht, dat is te minder problemen met de politie kunnen krijgen. Klopt. En dat is alleen maar goed. Maar leuk, moest welkom dat ten eerste. Bedankt. Mag ik vragen waar jullie een beetje mee bezig houden in de stad en zo? Ja, wij. Ik zie in ieder geval waar jullie aan kunnen herkennen, dat is goed. Ja, wij wat we voornamelijk doen is eigenlijk vooral handelen met gangs. Ja, we zijn bezig om, ja, we zijn bezig met een drugssysteem, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Zodat we mensen kunnen werven voor drugs en dat we uiteindelijk een lopend systeem hebben. Waardoor we uiteindelijk veel heroïne spuitjes kunnen maken ook. En ja, vooral drugs kunnen verkopen. Ook zijn wij ja, best wel actief met, ja, met illegale dingen zoals bankovervals. Gaan we ook wel goed op, ook al hebben we de laatste tijd niet veel gedaan. Staat wel op de planning. Mm-hmm. En ja, eigenlijk vooral een beetje contact goed leggen met andere gangs. En ja, zeg maar niet veel in de problemen werken. En dan proberen een van de grotere spelers te worden. Een van de grotere spelers te worden, kijk, dat is een goede motivatie. Ja, ja. Maar voordat we even verder gaan, hè, stel jezelf even voor. Oh, jouw naam. Ja, mijn naam? Nou, ik ben het beste bekend als Meester Chef Rashid. Meester Chef Rashid, oké. Okay. Ja. Kook je ook? Nou ja, waarom ben ik bekend daarom? Ik steek heel veel mensen neer. Laten we het daarop houden. Oeh, gezelligheid. Ja, in ieder geval, ja, eigenlijk ja, ik was eerst bij de overheid. Nou, heel lang geleden was ik al, laat ik zo zeggen, donkere pad op in deze stad. Werd me niks, dus toen ben ik uiteindelijk naar de overheid gegaan. Toen ben ik sinds een paar weken terug ben ik weer weggegaan bij de overheid. Omdat, ja, omdat ik heb gemerkt dat er binnen in de organisatie van de overheid flinke corruptie is. Oh. Dus toen ben ik uiteindelijk met een zware discussie en besluit ben ik weggegaan.
En ja, nu ben ik mijn ding aan het doen in de onderwereld weer. Oké. En zijn dit al je leden of? Nee, dit is slechts een klein deel. We zijn normaal met 25 leden, alleen Kijk. Het is weekend, laat ik het zo zeggen. Ja, nee, zoals je ziet bij ons staat het ook niet vol. Het is te begrijpen. Klopt. Ik kwam hier met een paar vragen en met een paar informatie voor jullie. Nou, vragen zijn altijd welkom. Ja, zoals de vraag 1, wat is zeg maar echt jullie tactiek om een beetje undercover te blijven, laat ik het zo zeggen. Want dat kunnen wij ook beter gebruiken, laat ik het zo zeggen. Ja, kijk, sowieso families, gangs, organisaties, hè, in de onderwereld, hoe je het maar wilt noemen. Ja. Gewoon niks in gangkleding doen, snap je? Niks illegaals in gangkleding doen. En alle tijden gewoon zorgen dat niks op ons gehaald kunnen worden. Nee. Dat vind ik echt heel belangrijk. Dus ook als we gaan een overval doen of we gaan naar het noorden of we gaan wat dan ook. Gewoon zorgen dat je niet herkenbaar bent, dat je mensen kunnen weten dat je bij Kings bent. Dat ten eerste. En ten tweede is mensen hoeven er ook niet te loop mee of mee te lopen of rond te lopen dat ze bij Kings zitten, weet je wel. Je mag er trots op zijn dat je bij Kings zit, tuurlijk. En als iemand het vraagt, maar ze hoeven niet per se een soort van dominantie te tonen. Zo van, pas maar op, want we zitten bij Kings. Snap je? Dat snap ik inderdaad. Kijk, wij zijn gewoon Kings en waar we voor staan, daar staan we voor. En wat we doen, dat, dat doen we met liefde, maar we lopen er niet mee te koop. We zijn jullie met andere gangs. Nou ja, dat komt eigenlijk een beetje neer op ons concept. Dat wilde ik vragen of je daar wat vanaf is toevallig. Wat wij willen betekenen voor de onderwereld en wat wij doen. Ja. Ben je daar bekend mee toevallig? Of? Nee, dat is niet. Ja, zou me nog verder sparen. Oké, dan zou ik dat heel even proberen uit te leggen. Kijk, wat wij eigenlijk vinden is dat er soms gewoon te snel voor bullshit wordt geschoten in de onderwereld. Ja. Kijk, schieten hoort erbij. En daar houden wij ook van. Alleen, wat wij vinden is dat een hele hoop dingen ook gewoon... En net zoals nu, gewoon met een gesprek opgelost kan worden. Daardoor zijn we met bijna alle gangs zijn we gewoon goed. We zijn ook langs bijna elke gang in de stad zijn we wel geweest. Om gewoon even een gesprek te houden en onszelf voor te stellen. En ook gewoon ons aan te bieden van, joh jongens, luister. Mocht er ooit een probleem zijn, hè, worden jullie continu lastiggevallen door een andere gang. Of wat dan ook. Kom naar ons toe en dan kunnen wij kijken dat we met die jongens gaan praten. En dat we het gewoon kunnen oplossen. In ieder geval proberen op te lossen, dat het gewoon een beetje rustiger wordt in de onderwereld. Ja, dat klinkt inderdaad wel goed. Ja, je moet het eigenlijk zien als een soort bemiddelaars voor de onderwereld, weet je wel. Ja. En wij begrijpen al te goed, niet alles kan met woorden opgelost worden. Dat hoeft ook niet. Hè? Lukt het? Lukt het niet? Hey, so be it. Dan trekken wij ons terug. En dan mogen de partijen het zelf uitzoeken natuurlijk. Klopt. Ja, zo zijn wij dus ook eigenlijk. We merken dat, dat er best wel een aantal gangs in deze stad ook zijn die voornamelijk alles alleen willen oplossen met een groot vuurwapentje. En wij proberen te laten zien dat het ook anders kan. Precies. Nou kijk, dat is goed. Dat doen wij dus in feite ook. Daar zijn we ook echt al continu mee bezig. En er zijn ook echt meerdere groepen al naar ons toegekomen en ons om hulp gevraagd, weet je wel. En we hebben echt een hoop kunnen oplossen. Dat het gewoon in ieder geval uitgesproken kan worden. Want 9 van 10 keer, de problemen die er zijn, die zijn zo klein. Dat je zoiets hebt van, ja jongens, als je gewoon even met elkaar gaat praten, dan is het gewoon goed, weet je. Ja, klopt. En nogmaals, ondanks dat wij nooit snel voor saus ons wapen zullen trekken, laten we ook niet over ons heen lopen. Hè? Dus is er een gang die bij de hand tegen ons gaat doen en ons echt gaat uitlokken, ja, dan gaan we er ook met z'n allen gewoon op af. Weet je wel, dus het is niet dat we een of andere bedelievend bedrijf zijn, zeker niet. Maar dat is een beetje wat wij doen. Dus ook als antwoord op jouw vraag daarin gelijk, zijn wij best wel goed met een hele hoop gangs. Ja, dat is goed. Of in ieder geval op een neutraal gebied. Dat is goed om te horen, ja. Dan gaan we gelijk denk ik naar een stuk serieuzer kant. Want ik ben laatst hierheen geweest. Ik kan me alleen niet meer herinneren met wie ik dat gesprek had. Volgens mij met die gozer hier. En ik was best wel hoog bij de overheid, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En ik weet wat zij over jullie weten en hebben.
Oké. Dat wil ik hier ook gelijk bij vertellen. Ik ben benieuwd, ik heb al een ander gehoord namelijk. Ja, ik had het de laatste hier ook al verteld, maar ik dacht het even nog een keer benoemen. In ieder geval, ze hebben foto's van bijna elke kamer in jullie huis. Ook geheime kamer, tweede verdieping. Daar ben ik, sorry dat ik je gelijk onderbreek hoor, excuses daarvoor. Maar dat is nu al de tweede keer dat ik dat hoor, ja, over een geheime kamer op de tweede verdieping. Dat is onze casino. ik weet niet wie ze informatie opgedaan heeft. Ik weet niet, maar in ieder geval, ik was zeg maar hoog. En hun zien dit, hun zien dat als jullie geheime kamer. Nou, dat is mooi te horen dan. In ieder geval, ja, ze hebben overal foto's. Wat ook zo is, is dat zij binnenkort willen ze weer naar jullie terrein gaan. Ze hebben de sleutels van jullie. Dat komt omdat een van jullie, ik ga zijn naam niet opnoemen, ik denk dat jullie ook wel weten wie het was. Ja. Mm-hmm. Die was gepakt. En zijn body armor is toen meegenomen, zijn sleutels zijn meegenomen. En die hebben we nu in hun bemachtiging. Dus ook de hekken, ja, die kunnen ze nu in. Tenzij jullie die veranderen natuurlijk. Ja, kijk, als ik daarop mag inhaken. Ja. Ik heb het inderdaad gehoord, een collega van mij. En toen ben ik nog diezelfde dag en de dag daarna. Eerst ben ik met al mijn bodyvesten ben ik naar een kleermaker gegaan. En ik heb de bodyvesten zodanig aangepast dat ik gewoon weet of ze echt of nep zijn. Ik heb al mijn leden heb ik nieuwe bodyvesten gegeven. Er staat ook een authenticiteitsembleem in. Embleem, ja, hoe je het maar wil noemen. Okay. Van embleem. Dat echt van ons. Ik weet niet wie ze informatie op gedaan heeft. Ik weet niet, maar in ieder geval, ik was zeg maar hoog. En hun zien dit, hun zien dat als jullie geheime kamer. Nou, dat is mooi te horen dan. In ieder geval, ze hebben overal foto's. Wat ook zo is, is dat zij binnenkort willen ze weer naar jullie terrein gaan. Ze hebben de sleutels van jullie. Dat komt omdat een van jullie, ik ga zijn naam niet opnoemen. Ik denk dat jullie ook wel weten wie het was. Ja. Mm-hmm. Die was gepakt. En zijn body armor is toen meegenomen. Zijn sleutels zijn meegenomen. En die hebben we nu in hun bemachtiging. Dus ook de hekken, ja, die kunnen ze nu in. Tenzij jullie die veranderen natuurlijk. Ja, kijk, als ik daarop mag inhaken. Ik heb het inderdaad gehoord. Een collega van mij. En toen ben ik nog diezelfde dag en de dag daarna. Eerst ben ik met al mijn bodyvesten ben ik naar een kleermaker gegaan. En ik heb de bodyvesten zodanig aangepast dat ik gewoon weet of ze echt of nep zijn. Ik heb al mijn leden heb ik nieuwe bodyvesten gegeven. Er staat ook een authenticiteitsembleem in. Het embleem, ja, hoe je het maar wilt noemen. Okay. Van embleem. Dat dat echt van ons. Sowieso, mocht hier iemand lopen, kan ik zo zien. Of met een vest van ons kan ik zo zien of die echt of nep is. Is die nep, dan hoop ik dat hij snel kan rennen, want gewoon weg van mijn terrein. En vervolgens heb ik via een collega van mij, een andere collega van mij, die kende een hele goede slotenmaker. En die is hier een halve dag bezig geweest en die heeft al mijn sloten aangepast. Dus ook daar is allemaal bewijs vanuit onze kant. Nee, gisteren is er nog een slotenmaker geweest. Dus mocht er ineens een wildvreemde op mijn terrein staan en hij zegt ik heb een sleutel, dan ben ik best wel benieuwd hoe die gekregen heb. Oh, ja. Aangezien ik allemaal een nieuwe sleutel heb. Ja, dat is goed te horen. Ja, want ik moet je eerlijk zeggen, ze hebben het heel erg gemunt op jullie. En dat komt denk ik omdat jullie nieuw zijn. Maar ik denk ook omdat jullie vooral undercover zijn. En we hebben ze al een paar keer op het terrein gehad hoor. Ja, ja. Dat weet ik. En hun actie werd alleen maar verpest. Yes. Nee, ik wou het gewoon erbij vermelden, want ik had met die gozer toen gepraat. Alleen ik had nooit echt gehoord of hij het heeft doorgegeven aan jullie of niet. Als het goed is, heb jij met de man die daar bij de deur staat, heb jij gepraat? Dat is meneer Bounty. Dat zou wel kunnen, ja. Ja, die heeft op mij op het moment dat ik later op die dag in de stad ben, heeft hij maar gelijk ingelicht en daar heb ik gelijk naar gehandeld. Ja. Dus ik heb een heel mooi dossier klaar liggen met heel veel bodycams. Dat wij alles eraan gedaan hebben wat de informatie die ons gegeven is, dat dat allemaal anders is. Ja. Dus daar kunnen ze sowieso niks meer mee. Dus mochten ze ineens hier met een hele groep agenten staan, dan ga ik daar gelijk een rechtszaak van maken. Snap ik. En dan wil ik gewoon naar een officier van justitie.
Dan ga ik gewoon al mijn bewijs inleveren van jongens. Ik weet niet wat jullie doen, maar volgens mij kan dat allemaal niet. Ja, klopt. Ja, dat is goed dus om te horen. Want ja, zie het maar als een cadeautje vanuit Crips, toch? Die we dan jullie al hadden gegeven, laat ik het zo zeggen. Dat wordt gewaardeerd, jongens. Ik heb toevallig ook nog de USB-stick met daarop de foto's die ik in die koffer van me zet. Zal ik die even overdragen anders? Ja, dat kan je. Kijk, nou, toevallig dat jij nog weet ook kopies van, of niet? Zeg ja, je? Hij wil het er maar in geven. Ja, nee, ja. Maar ik vroeg of er nog kopies van waren. Ik wil hem sowieso graag hebben natuurlijk, dat wordt enorm gewaardeerd. Ik heb zeker, ik had sommige van die bewijzen, die heb ik zeker, daar had ik nog machtiging op. En die heb ik hier aan mijn collega hier gegeven in het koffertje. En die geeft het zo meteen aan jullie. Dan kunnen wij het even controleren inderdaad. Dan kunnen jullie zien inderdaad dat zijn body armor is afgepakt en zijn sleutels ook zijn afgepakt. Maar is daar ook bij het korps, zijn er nog kopieën van gemaakt? Op het moment toen jullie je vorige job zaten? Ik heb er zeg maar, hoe moet ik dat zeggen? Ik heb het bewijs geüpload. Ja, oké. Okay, oh. Dus, zoals jullie misschien wel weten, heeft meester Scheffer wel de database van de politie een beetje gekregen, zeg maar. Dus het bewijs wat er was zeg maar van de politie database weggehaald. Alleen staat nu wel op in zijn cloud. Maar dat is allemaal zo fijn. In ieder geval, ja, ik hoorde dat daar iets niet goed mee ging. Maar ja. Ik heb natuurlijk wel zelf die backup altijd nog. Want ik heb het zelf moeten uploaden. Dus het zou raar zijn als ik geen kopie had. Nee, tuurlijk. Nou, kijk, het punt is dat ik het vraag is. Ik ben bezig met een plan op te zetten. Om te zorgen dat het systeem van de politie even plat gaat. Oh, en dat we dan een paar mensen erop af kunnen sturen die even alle gevoelige informatie richting ons ineens helemaal weg is. Of desnoods bij de 01 van de politie, dat we even zijn huis betreden. We daar even kijken of hij niet nog even een paar dossiertjes hebben liggen of wat dan. Ja, die 01 van de politie, geval, Ja, ik ga er alles aan doen. Ik kan heel veel zeggen over hem, maar hij is voornamelijk te vinden in een Turkse winkel. Mm-hmm. Voornamelijk degene die heel veel sujuk verkoopt. Dus ik weet niet of je die kent. Henkie, jij moet dat alvast wel weten, Henkie T. Ja, ik weet dat. Oké. Okay. En ja, hij werkt trouwens ook nog in een dunnershop. Dus als een tweede baan. Dus wie weet dat je hem daar ook nog tegen kan. Betaalt het zo slecht door de politie dat ze een tweede baan niet hebben? Het is om te janken. Ja? Nou, dat begrijp ik, man. Maar in ieder geval, ik denk dat dat hem was. Of jullie hebben nog vragen, dat kan ook. Ik had eigenlijk wel vragen. Je vroeg aan mij. Maar zijn er nog bepaalde gangs waar jullie dus ook echt goed mee zijn? Of eigenlijk helemaal niks mee hebben? Of... Ja, ik zeg je heel eerlijk. Momenteel hebben wij geen één gang waar we zeg maar heel goed mee zijn tot een alliantie dus bijvoorbeeld. Maar we hebben ook geen gangs waarvan we zeggen, oké, boys, pak jullie grote vuurwapens, we gaan nu op en af. We zijn eigenlijk met iedereen neutraal, zover ik het weet. Nou, hetzelfde als ons. Hetzelfde als ons, dus in principe. Ja. Oké, dat is goed om te horen, jongens. Nou, dan wil ik bij deze Waar bevinden je? Waar is jullie huis? Ja, wij zijn momenteel nu nog op postcode 5012 te vinden. Dat is niet ver hier vandaan. Okay. Alleen, we gaan binnenkort waarschijnlijk verhuizen naar een andere locatie. Dus zodra dat gebeurt... Zullen jullie op de hoogte houden? Ik heb daar wat informatie over. Ik denk dat je binnenkort moet verhuizen. Ja, daarom. Ja, precies. Dus we gaan verhuizen, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Omdat die villa die is nagecheckt. Er zitten alleen maar ratten in. Het is niet goed, laat ik het zo zeggen. Het is niet goed. Nee. Dat is niet best voor de nieuwe bewoner. Ja, dus wij gaan verhuizen. We zijn nog even op zoek. We hebben al een paar huizen in gedachten. Alleen moet ik even nog regelen met de huidige bewoners van dat huis. We kunnen jullie in ieder geval mooi herkennen aan deze kleren. Zijn er ook nog bepaalde voertuigen waar we jullie aan kunnen herkennen toevallig? Wat wij momenteel hebben, wij hebben momenteel eigenlijk vooral een lichtblauwe auto. Of een beetje iets donker. Ja, soms donker, soms licht. Oké, nou duidelijk.
Nee, ja, dat was het eigenlijk, ja. Oké, okay. Ja, dan heb ik eigenlijk nog wel een vraag, hè, want ik waardeer het enorm dat jullie langskomen en ook met de informatie. Ja, dan wil ik ook gelijk onze diensten bij deze aanbieden, hè. Ondanks dat jullie dus een beetje hetzelfde idee hebben, maar mochten jullie ooit in de problemen raken of wat dan ook, of hè, mensen vallen jullie lastig, echt voel je vrij om langskomen en dan zullen wij er alles aan doen om dat proberen op te lossen, of in ieder geval te helpen ondersteunen het op te lossen, op wat voor manier dan ook. En ja, tevens mochten jullie, hè, want we zitten toch allemaal in het criminele circuit. Ja. Mochten jullie nog iets hebben, wat dingen nodig zijn, wapentjes, of je hebt wat geld wat eventjes witgewassen moet worden. Wat dan ook, ik zou zeggen, je weet ons te vinden. Ja, dat... We staan altijd klaar voor zaken. Ook voor wapens, kan je vertellen, we hebben een hele grote voorraad. Laat ik daar maar even op houden. Ja, dat klinkt wel interessant inderdaad. Ja, jullie zijn de eerste gang die wij eigenlijk na Sinaloa spreken. Wacht even. Maar ja, jullie zijn wel de grotere gang, laat ik het zo zeggen. Dus ik snap wel inderdaad dat jullie ook meer aanbieden, zoals witwas en wapens. Dus ik denk dat we daar zeker binnenkort meer binnenkort gebruik van kunnen maken. Dat is goed, ja. Je moet gewoon onthouden dat ben je iets naar op zoek, dan kan je dat hier echt wel vinden. Dat komt helemaal goed. Is goed, dan bedankt voor het gesprek en dan zien we jullie. Ja, bedankt voor het langskomen, jongens. Is het misschien even verstandig dat we even wat nummers uit gaan wisselen? Ja, in ieder geval dat wij twee. Dan hebben we in ieder geval elkaars nummer heel even. Dan mocht er wat zijn, dan kunnen we gewoon contact opzoeken met elkaar. Ja, dat klinkt wel goed inderdaad. Dus dan zou ik mijn ook gelijk even. Ik zeg maat. Yes, bedankt. Oh, ja, jongens, zitten daar eentje de stoel te repareren, maar ik pak zijn koffer, joh. Ja, pak zijn koffer. Ja, zal ik die even. Pak die even van je. Oh. Pak die even van je overhandigen, maat. Dan ga ik hem even veilig opbergen. Alsjeblieft. Yes, hey, hartstikke bedankt. Ik ga hem zo even nakijken of alles klopt. Nou, daar ga ik wel vanuit natuurlijk. Maar ik ben gewoon benieuwd wat ze allemaal hebben. Ja, komt goed. Hier, hou even je koffer vast. Kom op, doe ik nog eens wat net was. Pak hem even vast, hier, kijk. God, laat hem nog niet zoveel tillen. Ja. Yes, heb je hem? Nou, pak hem aan, joh. Oh, ja, die oude schiet nooit op, joh. Welke is het? Hey! Pak hem eens aan. Ze gaan echt open, hè? Ja, nee, maar echt, die ouwe, het is een underboss, ja, maar hij is niet voor uit te branden, joh, die vent, echt. Als er geen morfine in zit, doet hij niks. Maar kijk dan, hij zit gewoon dom uit zijn ogen te staren. Met mijn congelair hier, ouwe. Het is niet te harde, man. Ja. Ga je die koffie nou nog aanpakken? Ik krijg de kramp in mijn klauwen. Hoe heet dat ding? Oh my god. Hij doet het net voor. Niet zo. Pak dat ding nou eens even aan, man. Ik moet echt niet. Yes. Ja, kijk. Echt een ouwe. Kijk, dankjewel. Dan laat me lekker mijn rust, man. Ja, duurt even maar even. Dan spreken we elkaar weer snel. Is helemaal goed, vriend. Ik zal met jullie meelopen. Bedankt voor langskomen. Ja, bedankt voor de gastvrijheid. Ja, mijn ballen. Tuurlijk, die zijn altijd welkom. Ik ga Sam op je afsturen, Davy. Je bent ook altijd bij ons welkom. Ja, klopt. Ah, dan, wanneer jullie een nieuwe locatie hebben, dan laat maar weten. Dan komen we even langs. Is goed, bedankt. Is goed. Ik ga wel even ook mijn schoenen aan doen. Ja, dat zou ik wel doen. Hoppa. Even je schoenen aan doen, boys en girl. Fijne dag. Fijne dag, hè? Yo, rustig aan. Fijne dag. Fijne dag. Yo.